heel duidelijk. Wat zeg je? Niet zo heel duidelijk. 1, 2, 3. Ja, luid en duidelijk. Squelch, ja, precies. Ja, maar door dat te doen heb ik dat schakelaartje per ongeluk verzet, zeg maar, naar IJssel 1. Ah, oké, okay, op die manier. Ja. Oké. Okay. Ja, daar is die. Oké, okay, nou, Avionics Master on. Radios en navigation equipment set. Nou, die is standby. Radios. Transponder, standby. 7000. Directional gyro. Align de gezondheid. Kant van zuid. Directional gyro set. Flaps up. Flaps up. Oké. Okay. Midden-Zeeland Radio, Papa Hotel, Hotel Lima Echo. Ready, check over. Hotel, Hotel Lima Echo, en reading you 5. Goedenavond, runway in use. Is 09 left hand? 09 left hand, en 1-hour training flight, 2POB, en de captain's name is Vanos. Kan beter rechts omdraaien, zeker voor run-up. Ja. Oké, okay. Brakes hold, temp and pressure. De temp and the pressure. Ja, rustig. Olie drukken, olie temp. Ja, within limits. Throttle 1700 toeren. Oké, okay, 1700 toeren, magneto's, 1-2, 1-2, 1, allebei even grote drop, suction, goed, engine instruments, amp meter check. Terug naar idle. Oké, okay. Terug naar 1000. En carbeat had ik nog moeten doen bij de 1700 toeren, dus ik ga even terug naar de 1700. Carbeat. En een drop. En terug naar 1000. Okay.
takeoff doors and windows closed. Windows ook closed. Flight controls free and correct. Free and correct. Primer in and locked. Magneto's staan op both. Nav lights down. Carbide cold. Carbide cold. Throttle friction knob. Nou, die staat wel goed. Mixture ridge. Flaps. 10 graden. Elevator trim set for takeoff. Toch even af met mijn bril, want het is toch binnen wel donkerder dan in die. Ja. Oké, elevator trim, instruments, checker set. Die daar. Die nog een keer checken. Ja, staat goed. Transponder op altitude. Tow heat hebben we niet nodig. Maar niet directional gyro is runway. De windsock check. Oké. Doe deze hieronder. Amen. Ja, dus dan doen we eerst gewoon een normaal circuitje, zeg maar. Ja. Ja, wel even goed kijken nog. Ja. Even terugkijken, hè? Helemaal ja. Draaien die kant op. Maar daar heb ik mijn remmen voor nodig. Ik probeerde het met mijn roer. Ziet er vrij uit. Ja, ziet er vrij uit, oké. En Papa Lima Echo, lining up runway 09. Lima Echo, Roger. Op zoeken. Midden. Iets naar links. Daar gaan we. Los 65. Flaps up. Foot. Meer ontspanning in mijn voeten? Ja. Oké. Okay. Draaien. Draaien. Oké. Rustig vast eraf.
Binnen de boog, eerst standje flaps. Ja, je carburateur, je begint met carburateur warm, hè? Oh, carburateur warm, ja. Carburateur warm. Ja, dan hoef je bijna niks meer aan je power te doen. Ja, dan is trimmen voor 80, zeg maar. Downwind roepen. Papa Lima Echo, downwind, touch and go, runway 09. Roger. We zitten 100 voet te laag, hè? Ja. Oké. Okay. Draaien. Mogen niet over de camping. Oké. Okay. Tweede standje flaps. Gas eraf. Derde standje flaps? Ja, ja. Derde standje flaps. 65 houden. Wel een neus omlaag houden. Ja. Oké, okay, flaps up. Stuur er een beetje in. Flaps up. Kijk om te draaien. Dus op downwind, je downwind check is eerst de carburateur warm, dan vliest hij al een beetje vermogen. Ja. En dan, ja, je zit zo 90, 85 te vliegen, dan zit je al bijna in je witte boog ook, zeg maar. Dus dan hoef je niet veel meer te veranderen. Ja. Dus ik zou hier niet te ver doorvliegen en beter meer, zeg maar, naar rechts opsturen op downwind. Oké. Okay. Ik zou hierin draaien. Hierin draaien. Ja, je hoogte goed houden, goed met je gas werken. Dat moet je op final ook. Dat was eigenlijk wel een beetje
Ik was te laat met mijn gas. Ja, precies. Dat was maar, het hele gebeuren. Ja, ik merkte dat ik derde standje flaps en dan doet hij meteen door. Ja. Ja, ik zou mijn neus zo houden ongeveer, zeg maar, zo rechtuit vliegen. Oké. Okay. Papalima Echo downwind, touch code on the way, 090. Papalima Echo, Roger. Daar ben je het. Ja, steeds wel checken dat je in de witte boog zit. Ja. Dus normaal is hij aflevelt, ga je zo naar de 85-90, zeg maar. Ja. En als je dan 90 hebt, je doet je carburateur warm en je haalt je neus een klein beetje op om de hoogte te houden, zeg maar, dan... Ja, en hier trim je hem af voor 80, zeg maar, want dan is de rest is eigenlijk hetzelfde, zeg maar, de trim. Heel klaar, Dickie. Ja. Ja, hier niet te veel naar binnen komen, je ziet daar een vuurtoren of een dingetje in ieder geval, daar kan je mooi bouwen. Ja. Met je gas blijven werken, want je verliest hoogte. Ja. Oké. Eens draaien. Uit. Blijf ze erbij. Zeventig. Ja, wacht maar niet te laat met die full flaps hoor. Oké, full flaps. Vijfenzestig. Ja, als die op de grond staat, de stuur er een beetje in draaien. Ja. En dan bij het versnellen haal je dit stuur er weer heel langzaam uit. Oké. Naar 65. Nemen. Up.
kijken. Draaien. Ja. De neus iets lager, hè? Die moet je een vuistje onder de horizon hebben. Ja. Ja, en je moet 85 hebben of zo. 85, 90. Uit. Paprika, Libra, Echo, downwind, Pasco, runway 09. Waar die Echo dan? Carbid. Flaps. Ja. Hoewel oppassen, met je flaps geven. Ja. Ja, hij zat op het randje. Ja, precies. 80. Hoogte vasthouden, hè? Beetje klimmen dan. Oké, draaien. Ja, niet die neus zo heel hoog, kijk eens, die been. Ja, snel, een die heleboel uit. Snelheid kwijt. Ja. Neus laten staan, hè? Ook weer niet zo laag. Oké, terug. Blijf staan je flaps. Ja, en voor mij mag je voor dat kniekje die vol flaps geven, dan ben je langer gestabiliseerd, zeg maar. Ja. Ja, dat bedoel ik mee dat je ze nu geeft. Oké, nu. Ja. Ja, je moet nog een klein beetje meer opsturen. Anders gaan we over de camping. 65. Je moet in de verte kijken, in je neus. Opsturen en dan op het laatst wegtrappen en een klein beetje hellen naar links. Zeg maar. Ja, een beetje gas blijven werken, want dan zien we de 60 al. Dan komen we omdat je te traag met je gas bent. Ja. Ja, je hoofd is gas. Ja, niet met je voeten sturen, met je helling sturen. Ja, je moet opsturen, je moet die kant opsturen. Ja, langs de neus kijken. Ja, en heel geleidelijk het gas eraf halen. Ja, dat moet niet zo plots gaan. Ja, nu een beetje rechts voeten, gas er helemaal af. Oké, flaps. De neus tegen het dijkje. Ja, daar houden. Ja, je moet een beetje gas werken, hè? Ja. Turning down with full stop, Papa Bravo, Mike.
Bravo Mike, groetje. Dat is heel alert met de gas blijven werken, zeg maar. Ja. Ja, niet zo met die neus naar beneden douwen. Je moet met je gas doen, zeg maar. Ja. Prachtig. Papa Lima Echo, downwind, touch go, runway 09. Papa Lima Echo, dat je. Bravo Mike, dankjewel Remco. Fijne avond en tot de volgende keer. Volgende, bye bye. Ja, met je gaswerk, hè? Want je bent alweer iets onder de 700. Ja. Ja, en ik zou hier niet zo gigantisch ver naar achteren gaan, zeg maar. Iets eerder ingedraaid. Ah, okay. En niet indraaien met je voeten, hoor, met helling, ja, zeg maar. Ja. Ja, en hier een heel klein tikkeltje gas eraf. Ja, en ik zou ook al die tweede stand flaps geven hier. Oké. Okay. 70. Oké. Okay. Over de ingang. Ja, draai nog maar een heel klein beetje meer door. In de verte kijken en hem strak houden. Ja, en ik zou die full flaps hier ook al geven. Okay, dan kan je daarop stabiliseren. Ja, in de verte kijken, strak houden. Hem niet laten. Vlak binnenkomen, mooi strak, gelijk, dat die hokken gelijk staan. Ja, je moet nu al beginnen op te draaien. Ja, je kijkt, je zit aan de 60, je zit aan je stuur te trekken. Je moet een beetje gas werken. Ja, doordraaien, naar links doordraaien. Ja, en de helling, ja, zo erin komen. En nu heel geleidelijk, ja, dat die hokken niet meer doorschuiven.
Ja. Ja. Recht houden, naar de windzak kijken. Ja. Ja. Gas er helemaal af. Recht trappen en naar links hellen. Ja. Recht blijven trappen. Ja, oké. Reps. Oké, ja. Vlotte gas met de carburateur. Stuur er links in en dat neusje op de... Ja, niet te hoog, nu tegenhouden, ja. Op het dijkje tegenhouden, dat je snelheid opbouwt. Beetje ook opsturen naar links. Ja. Ja, dat neus op door. Ja, dat laatste beetje, iets geleidelijk. Ja, het blijft allemaal eigenlijk, je bent net iets te traag met gas. Ja, ja, ik ben een beetje, ik sta in de, die test die reageert heel snel op dat gas. Maar deze is, hij hield een beetje na, dat is echt voor nog wel even zoeken. Dan ben ik bang dat ik te veel geef, maar ja, ik moet gewoon doen, niet zeuren. Ja. Ja, blijf maar een beetje opsturen. Kijk naar, als je naar achteren kijkt, dan zie je dat we opschuiven, zeg maar, dat we naast de baan hangen. Oké. Ja, die neus zo, kijk, die laai nu een heel, kijk, daar ga je snelheid over de 90 heen. Ja. Ja, strak die neus blijven sturen hoor. Probably we go downwind, touch go runway 09. Oké, okay. Gas eraf, in de boog, 10 graden flaps, en voor 80. Ja, en 700 voet. En die 700 voet, ja, niet zakken. Ja, probeer echt goed naar de horizon te kijken en die liet hem zo en het zakken, zeg maar, ja. Die neus. Daar schept hij zo een hoop gas, hoop snelheid mee, zeg maar. Veel naar de metertjes kijken, maar meer naar de horizon en neusstand kijken. Ja. En dergelijke. Oké, okay, nu indraaien? Ja. Oké. Okay. Ja, geef maar die flaps. Heb ik gegeven. Oké, okay, sorry. Ja. En dan 70. Nou. Ja. Kan hier gewoon voelen? Ja, ja. En dan kan ik op die 65. Dan een beetje gas werken, zeg maar. Dus je kan een klein beetje je koers beleggen naar links, dat je minder... Ja.
hard naar de, over de neus naar de horizon kijken. Ja. Neus optillen, kijk, dan zit je neus naar beneden. Ja. Je neusstand handhaven en draaien. Draaien. Ja, een beetje links van de baan. En heel geleidelijk die hondhokken, ja, controleren. Past het helemaal af, rechtsvoeten. Ja, en heel kalm met die neus. En nu trekken, ja. Pups. Een dijkje zetten, dijkje houden. Ik moet even wat meer de rust vinden, gewoon. Want ik ben gewoon te druk met het vertalen van wat ik op die test gedaan heb naar deze. Maar dat moet niet, ik moet gewoon vliegen. Ja, precies. Stel voor dat we nog één touch and go maken en dan een full stop. Ja. Ja, want dit is best wel lastig weer en dit is ook een lastig circuit. Ja. We kunnen proberen om het final wat langer te maken. Nu hebben we hem erg ingekort, zeg maar. Ja. Dus dat betekent niet dat je later moet indraaien, maar die hoek moet je een klein beetje anders maken, zeg maar. Ja, dus dichter langs de... Ja, langs die camping. Ja. Ja, en probeer ook je rust te zoeken. En ja. Vooral met je gas werken, zeg maar. Want ja. dat geeft rust. Ja, maar dat is het ook. Het is voor mij vooral dat ik met dat gas nu, hij reageert niet zo snel als die test en dan moet ik gewoon wat meer mee spelen, zeg maar. Ja, en hier ook die neus in de gaten houden. Ja. Papa Lima Echo, downwind, touch and go runway 09. Oké. Ja. Beetje gas eraf. Standje flaps. Ik draai altijd ongeveer hierin, bij het begin van dat, okay. van dat watertje, zeg maar. En dan volg ik dat watertje ook op min of meer. Oké. Okay. Ja, nu kan je er al een beetje gas over afhalen. Beetje gas eraf, flaps erbij, 70 zoeken. Ja, je helling ook goed in de gaten houden. Ja, niet over de ja. 30 graden. Neusstand ook goed in de gaten houden. Beetje 70. Oké, okay, en dan volg je dat watertje zo. Ja, we zitten... Overlaps. 65. Ja, heel klein beetje doordraaien dat er hier net niet overheen gaat. Ja, nog net iets meer.
je gaat die kant, dus je moet op tijd gaan indraaien, zeg maar. Ja, en die neus staat heel erg hoog. Ja, en nu kijk je in de richting van de neus, zeg maar, niet naar de baan. Ja, ja, en dan maar recht houden. Papa, Romeo Papa's over het Wiskerk, 1400 feet inbound. Ja, langzaam met je... Je gas ook komen, zeg maar. Niet naar de baan kijken, hoor. Over de neus kijken. Ja. Langzaam het gas er helemaal af. Trek hem er helemaal af. Nu rechts voeten geven, dat hij in de richting komt. Ja, niet. Kalm aan. Ja, oké. Okay. Even zo. Ja. En gas. Stuur. En op het dijkje. Tegen het dijkje aanhouden. En als hij los is, weer op het dijkje. Ja, wachten tot het stuur hard is. Dat je 65 hebt zo. Ja. En dan ook een beetje opsturen naar links. Nou, het was wel goed dat we dit circuitje even snel aan hebben gedaan met die crosswind voor de eerste keer met deze. Want zeker ook dat circuitje. Ja, en ik had in mijn hoofd van, stuur hem weg. Ik stuur hem gelijk weg, zeg maar, zo voor de eerste keer. Ja. Maar dat had toch minder verstandig geweest, denk ik. Nee, dat had ik, nee. En het is trouwens ook nog een beetje raar zicht, want als je hoger zit, dan wordt het zicht ook minder, zeg maar. Ja. En zo laat tegen de avond, dat doen we dan wel de volgende keer of zo, zeg maar. Ja. En dit is nuttige les, hoor, deze crosswind. Ja, precies. Ja, zeker nu op deze, want dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan, zeg maar. Nee. Nee, er komen ook dan te veel dingen bij elkaar, zeg maar. Een vliegtuig wat je nog niet veel mee gevlogen hebt. Ja. Omstandigheden die je niet veel gehad hebt. En crosswind, dat leidt gewoon enorm veel af, zeg maar. Ja. Ja, hier ook in de bocht een beetje blijven trekken. Dat is de snelheid die er loopt. Ja, een beetje bouwwerk op de hoogte te houden. Ja, precies. Ja, draai. Om hier zo lang dwars te vliegen, dat heb ik nooit zinnig gevonden. Dan kan je beter een beetje naar buiten snijden op je downwind, zeg maar. Ja. Papa Limeco, downwind, full stop landing, runway 09er. Ga je met je gas eraf. Limeco, Roger. Hoogte nog, ja, niet accepteren dat je daar 40 voet onder zit, hè? Ja. Kijken. Draaien. Flaps. Te veel helling, niet te veel helling. 70. Ingang van het watertje. Je gas eraf. Nog een standje flaps. 65. Proberen dat geleidelijker te doen, hè? Runway 09 vergeten, papa Romeo Papa. Prettige avond, Rupko. Romeo Papa, dankjewel. Fijne avond, Hans.
kan je op tijd indraaien. Ja, maar niet met je voeten, met helling. Nee, precies, ja, met helling, ja. Ja, en nu ook over je neus kijken in de richting van waar die staat, zeg maar. Mooi met je ja, vleugels recht houden, niet opzij kijken, hoor. Ja. Nou, recht zetten, pas er voorzichtig af. Ja, dan moesten we hem nog tanken van Remco. Ja. Doe maar de flaps helemaal. Flaps omhoog. Carburateur. Carburateur. Een beetje remmen. Klein beetje remmen. Ja, druk de knuppel helemaal in je buik. Ja, en in de richting van de wind. Kan je je transponder op stand-by zetten? Dat kneeboard gaat in deze niet meer op. Dus ik de hele tijd op te tikken met sturen, dat is vervelend. Ja. Maar dat is ook iets waar ik dan mooi achter ben gekomen. Draai maar zo dat hij, dat hij tegen de wind in staat, ja. Ja, deze kant tegen de wind. Maar ik was wel tevreden over die laatste landing. Remco ging hem zelf tanken volgens mij. Niet te dicht op. Twaalfhonderd toeren. Heb je ook een switch af? Heb je ook een switch af?